En vandaag 140 kilometer. Dat is de juniorenwedstrijdafstand. Even die lange afstand gewoon in de benen hebben. Lekker ontspannen rijden, blokken hard. En af en toe even een mooie afdaling nemen. Want fietsen is natuurlijk ook met 60, 65 naar beneden gaan. Maar altijd voorzichtig. En altijd de helm op. En nooit andere verkeersdeelnemers hinderen. Want fietsers zijn ook galante mensen. Ja, het trainingskamp voor wielrenners is leuk. Maar we zitten vlak tegen carnaval aan. Carnaval, dat zijn die 3 dagen. Vlak voordat we... Als woensdag de 40 dagen vaste tijd begint. En we staan nu in een carnavalswinkel in Gulpen. Dat ze maar zo proberen. Een winkel van top tot teen, van linker tot de rechterkant, volgeladen met carnavalsattributen. Pakjes, kostuums, alle andere dingen, noem maar op. Veren, om de sfeer van de gekheid van 3 dagen vast te maken. De eigenaar van deze winkel in Gulpen, Bert, is bezig de boel te ordenen. Bert, Gulpen, hoe heet dat in de carnavalstijd? Garenkiekeren. Garenkiekeren, wat zijn dat garenkiekeren? Ja, het zijn rare kiekeren. Rare kiekeren. Wat garen kieken. Ah, oké, okay. Dat is bij aders. Ja, geen idee. Ja, wat is... op dit moment voor carnaval erg gewild. Wat is de trend? De jassen. Jassen? De jassen. En wat is dat voor een jas? Ja, dat zijn van die fantasiejassen. Ja, fantasiejassen. Bijvoorbeeld. Ah, oké. Okay. Zoiets. Ja. Zoiets. En wat moet zoiets kosten voor... Dat zit tussen de 60 en de... Tussen de 70 en de 80 euro van je zo'n jas. Oké. Werd de belangstelling voor carnaval meer of minder? Meer. Het blijft gewoon hetzelfde hoor. Blijft hetzelfde? Ja, dus niet echt minder is. Dan hebben we hier een Limburgse streekproduct. Wat al een streekproduct was en niet ten onder zal gaan. Op de een of andere reden, carnaval blijft altijd bestaan. Carnaval blijft altijd. Oh mensen, het is te gek voor woorden. Pruiken, brillen, maskers, snorren, te gek voor woorden, noem maar op. Haarstukken, alles kan hier bij elkaar. Marvels. Dit is, ik wou altijd nog 2 weken kon blijven en even carnaval kon meepikken. Maar ja, het is niet anders. We gaan er vandoor. De eigenaar, kijk, Bert heeft het even gauw gedaan. Bert, aan jullie, alaaf. Alaaf. Ja, de bakker doet ook mee. Brood gebakken in de kleuren van carnaval. Nee, dit is niet de kleur van de Rasta. Hier wordt niet de wiet huis aan huis verkocht. Gewoon brood en bakkerijproducten in de kleuren van de carnaval. Streekproducten van Limburg. Ik zit hier op een boerderij. Klassiek, ouderwets, zoals het hoort. En ik ga mij verdiepen in de streekproducten. Kijk aan. De boer waar we zitten heeft een fruitkwekerij en die maakt zelf prachtige, heerlijke appelperenstroop. Appelperenstroop in alle soorten en maten, groot en klein. Maar er is 1 streekproduct waar we het nooit over hebben en dat is het ene beroemde Limburgse kaasje, de stinkkaas. De echte Limburger, de echte... Enige echte stinkkaas ruikt naar, als die goed op temperatuur is, zeg maar op kamertemperatuur, naar zweetvoeten. Het is een streekproduct, dat een streekproduct was al jaren en decennia voordat überhaupt het woord streekproduct was uitgevonden. En voordat de toeristenindustrie zich van de streekproducten eigen maakte en daar gesubsidieerd allerlei streekdingetjes op de markt brachten. Deze kaas werd door moeder de vrouw gemaakt natuurlijk en blootgesteld aan de wind, aan de luchtstroom. En ja, op een of andere manier ontstaat dan dat typische kaasje aan de zuidkant van Zuid-Limburg, van de zuidkant van Zuid-Limburg en van het land van Herve, vlak over de grens. Dit is hem. Hij lijkt
van Camembert, soortgelijke kaas in Noord en is verkrijgbaar in Noord-Frankrijk. Het geheim ervan, daarvan zegt het verhaal, dat ligt aan de bacteriën in de lucht in het gebied van Zuid-Limburg en het land van Herve. Anderen zeggen dat ja, het ligt aan het grasmengsel, het kruidenmengsel in het gras. Doe maar, het is nog niet bekend wat er nou precies het geheim van is, of het is een fabrieksgeheim. De kaas heeft een paar jaar geleden een aparte, speciale internationale aandacht gekregen. In het onderzoek naar malaria-muggen en naar middelen waarmee men malaria-muggen in de tropen zou kunnen aantrekken en zou kunnen vangen, bleek dat malaria-muggen ontzettend afhankelijk zijn voor de geur van zweetvoeten. En vervolgens dachten we van, wacht eens even, we nemen zo'n zweetvoetenkaasje uit Zuid-Limburg en leggen dat aan de malaria-muggen voor. En nou ja, de malaria-muggen kwamen als bijen op de honing af. Dit is hem. Op een sneetje brood. Hij is nog niet goed uitgesmeerd, maar dat komt nog wel. Lekker pot stroop erbij. Appelstroop erbij. En een goed biertje. Koud biertje. Dat zou er nog bij moeten.